Nou, we zijn vandaag in Amsterdam. We zijn hier werkzaam aan de bouwkundige brandveiligheid. Nou, we zijn hier in een gebouw waar volop gewerkt moet worden aan de brandveiligheid. Omdat dat niet geheel voldoet. De eigenaar is verantwoordelijk voor de bouwkundige brandveiligheid. En die heeft in dit geval een rapportage op laten stellen door een extern bedrijf. Die heeft geconcludeerd dat er verschillende dingen niet op orde zijn. En die zijn wij hier aan het helpen. Kan gebeuren dat de brandweer een controle uitvoert. Kan ook zijn dat een opdrachtgever of een eigenaar van een pand, dat hij denkt bij zichzelf, ja, ik heb het idee dat het niet helemaal voldoet. Laat hij een scan uitvoeren, laat een controle uitvoeren door een bedrijf die erin gespecialiseerd is. Die maakt er een prachtige reportage van. En dan komen wij daarna in actie om de problemen in zo'n pand op te lossen. We spreken voornamelijk over vloerscheidingen. Daar gaan natuurlijk van allerlei zaken doorheen. Kanalen, doorvoeringen, waterleidingen, allemaal dat soort zaken. Wij helpen ze mee op orde te brengen. En laten we eens boven kijken hoe we dat doen. Nou, wat in hoofdlijn in deze rapportage naar voren kwam en wat hier aan de hand is, is dat de brandscheidingen voor een groot deel voldoen. Maar dat er in de loop der jaren dat er doorgangen zijn gemaakt, dus zeg maar kabelgrootte, dat er leidingen zijn gemaakt. Ja, die brandscheiding is doorbroken en die moet hersteld worden. En dat zijn de werkzaamheden die dan beter gepakt worden en weer veilig worden gesteld. Nou, we zijn hier aanbeland in de technische ruimte van het gebouw. Zoals je hier ziet, zie je een ventilatiekanaal. Dat zorgt voor frisse toevoer van lucht voor de mensen die hier werkzaam zijn. Nou, in zo'n technische ruimte, dat is het hart zeg maar, van de techniek. En daar vandaan gaat alles in het pand, dat splitst zich uit. En dat komt op elke etage en op bijna elke ruimte. Ja, die worden dan gecontroleerd en dat moet dan hersteld worden. En natuurlijk, in de loop der jaren zijn er ook aanpassingen aan de wetgeving. En die pak je dan gelijk mee om te zorgen dat zo'n bedrijf optimaal veilig is. Zoals je kan zien zit er een brandklep in die er zorgt dat de brand beheersbaar blijft bij ontstaan van een brand. Een brandklep dient ervoor als de hitte doorheen komt en er zit een smeltlood in, dat die zo dicht slaat en de brand beheersbaar blijft in de ruimte waar die ontstaan is. Nou, deze is enigszins uit de scheiding geplaatst. Dit is een oude brandklep, die is door de inspecteur goed bevonden. Wij hebben een brandweerend dichtgezet tot aan de brandscheiding, waardoor die brand veilig is en zo voldoet voor de veiligheid van het gebouw. Het is wel een immens project, het is ook een kostbaar project, maar uiteindelijk gaat het ook om mensenlevens. Als u op de 10e etage aan het werk bent en er is op de 1e etage brand, dan gaat u er wel vanuit dat u veilig naar buiten kunt. En dat is van belang, dat dan brandcompartimenten intact blijven voor uw veiligheid, voor de veiligheid van de brandweer. En het heeft natuurlijk ook een economisch belang. Nou, we zijn hier aangekomen bij wat verwarmingsbuizen. Zoals je ziet zijn het best wel grote doorvoeren. Die zorgen voor hitteoverdracht omdat het staal is. Kijk, je moet je voorstellen als er een stalen leiding van de ene ruimte naar de andere ruimte gaat. En er breekt brand uit in een ruimte. Dan wordt zo'n leiding in een hele korte tijd ongelooflijk heet, roodgloeiend heet. Dan zou het kunnen zijn dat die hitte zich transporteert naar een andere ruimte door de wand heen en dat daar spontaan brand zou kunnen ontstaan. Uiteraard is deze vloer een vloerscheiding, een brandwerende scheiding, waarvoor we zorg moeten dragen dat de hitte, mocht hier brand uitbreken, niet snel overslaat naar de volgende verdieping. Wat doen wij dan? Dit is peerschuim, peerisolatie. Wat heel snel wegbrandt, waardoor wij brandwerende isolatie, dit is in dit geval de Rockwool 810, terugplaatsen, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde, waardoor we die 60 minuten brandvertraging kunnen behouden. Als er dan een verhoging van hitte is, dan transporteert zich dat niet direct naar de andere ruimte, waardoor er tijd is dat een gebouw ontruimd of geblust kan worden. Nou, we zijn hier aangekomen bij een wand waar verschillende doorvoeren doorheen gaan. Zoals je hier ziet is het kunststof, PVC. Het heeft een hele hoge inbrandsnelheid, waardoor vuur snel van de ene kant naar de andere kant zou kunnen ontstaan. Nou, in dit geval hebben wij brandmachetten geplaatst van het merk Hilti. De beste op de markt op dit moment, aangezien ze op heel veel verschillende manieren getest zijn. Kunststofleidingen zijn heel snel weg, waardoor er rook kan ontstaan. Waardoor ook snel heel rookontwikkeling aan de andere kant kan zijn. Zo'n machet die gaat in werking bij een hele lage temperatuur en knijpt hem dicht.
Daardoor is de kans dat er rook of vuur naar de andere kant ontstaat minimaal. Voor de eigenaar is het uitermate belangrijk. Daarbij is er ook een wettelijke verplichting. Stel dat hij een gebouw verhuurt wat niet aan de veiligheid voldoet en er zou iets ernstigs gebeuren, ja, dan is hij wettelijk aansprakelijk. Dan heb je zelfs kans dat hij voor het hekje van de rechter komt te staan. En ik denk dat niemand dat graag wil. Dan hebben we verder nog hier nou weer een cv-leiding die we weer geïsoleerd hebben met dat Rockwool 810. Wat we boven al gezien hebben in de technische ruimte. Hier in de hoek zien we weer een kunststofleiding die naar boven gaat. Dus je ziet een grotere maat, 110 mm. Ook voor die afmetingen bestaan daar manchetten voor. Als er een PVC-leiding, een kunststofleiding door de wand heen gaat of door een brandscheiding heen gaat, ja, op het moment dat de brand uitbreekt, dat is natuurlijk zo weg. Dat wordt gewoon pudding, zou je kunnen zeggen. Maar er ontstaat dan ook een gat van de ene kant naar de andere kant. Dus daar wordt een brandmachet omheen gezet. En een brandmachet die zorgt ervoor dat als die heet wordt, dan gaat die uitzetten en dan knijpt die, zeg maar. Dat zachte materiaal knijpt die dicht, waardoor het gat wat ze mogelijk zou kunnen ontstaan, dichtgeknepen wordt, waardoor een brandscheiding, zeg maar, intact blijft. Dat gebeurt dus met kunststofleidingen. Nou, hier zie je een vloersparing waar we voor een andere techniek hebben gekozen. Zoals je ziet gaan er verschillende elektrakabels doorheen die allemaal een eigen eigenschap hebben, waardoor het moeilijk is ze te behandelen op een traditionele manier. We hebben gekozen hier voor een schuim wat opschuimt bij hitte. En wat het voordeel van dit soort schuim is, mocht er een nieuwe kabel getrokken worden, kan je hem gewoon doorheen prikken aangezien die flexibel blijft. En hem, uiteindelijk knijpt hij hem weer zachtjes eromheen. En bij hitte schuimt hij op, waardoor hij 60 minuten brandveilig is. Soms zijn brandkleppen er niet. Of soms voldoen brandkleppen niet, omdat als je ze controleert blijkt dat ze niet juist werken. Ja, dan betekent dat je of brandkleppen moet plaatsen of dat je ze moet herplaatsen. Dan is het vaak zo dat je de aansluiting naar de vloer in orde moet maken. Dan gaan er heel veel leidingen gaan er ook door wanden en door vloeren. Die zal je brandwerend moeten bekleden om te zorgen dat er geen hitteverplaatsing van de ene etage of van de ene ruimte naar de andere ruimte is. Dus daar begin je mee, die ga je controleren. Kabelgoten, nou, in de loop der jaren worden er altijd kabels worden erbij gepropt, zeg maar. Dan zie je dat er openingen zijn ontstaan. Nou, dat moet hersteld worden, dat moet veiliggesteld worden, ja. Nou, ook onderdeel van onze werkzaamheden zijn de deuren. Zoals je ziet bezit deze al een deurdranger, 4 scharnieren, waardoor die eigenlijk al aardig op orde is. Het enige wat hier nog aan mankeert zijn de glaslatten. Zoals je ziet zaten hier oude glaslatten op van Vuren en 18 mm, waardoor ze niet voldoen. De eis is 25 mm dik en van hardhout. Om de 25 geschroefd, alleen nog afkitten en schilderen en je hebt weer een perfecte deur. Een deur kan natuurlijk ook problemen opleveren. Als er te veel glas in zit, wat niet brandwerend is, dan levert dat natuurlijk een gevaar op. Het kan ook zijn dat het materiaal van de deur niet goed is. Het kan zijn dat de glaslatten niet voldoen. Ja, dat zijn zaken die moeten nagelopen worden. Deurdranger, heel belangrijk. Die moeten nagelopen worden en die moeten ook hersteld worden. Of er zullen aanpassingen moeten worden gedaan. En soms betekent dat gewoon kozijn eruit, met deur eruit en een nieuw kozijn en een nieuwe deur erin. Brandvertragend. Nou, dit zijn een beetje onze werkzaamheden die we als Gero Brandbeheersing in dit pand doen. Uiteraard doen we dat overal. En afhankelijk van de eisen van het pand passen wij ons daar onze werkzaamheden op aan.